Hoi allemaal, we gaan vandaag wat leuks doen. We gaan een soundscape maken. Maar wat is nou eigenlijk een soundscape? Jullie kennen vast wel een landscape, een landschap. Dat is eigenlijk gewoon je eigen omgeving. Als je jouw omgeving wil laten zien, dan moet je het vastleggen. Vroeger deden ze dat met een schilderij of een tekening. Tegenwoordig doen we dat met een foto of met film. Als je een afbeelding van een landschap ziet waar je zelf nog nooit bent geweest, dan heb je toch een idee hoe het er daar uitziet. Bijvoorbeeld de prachtige beelden van Mars die we nu hebben. Daar is echt nog niemand geweest. Maar we hebben al wel een beeld van het landschap daar. Bij een soundscape gaat het niet om beelden, maar het gaat om de klanken en geluiden van je omgeving. Die kun je opnemen en dan heb je de geluiden, de muziek, van jouw dag vastgelegd. We laten een voorbeeld horen. Deze geluiden waren een stukje van de soundscape van de muziekschool. En dat brengt ons bij de opdracht die we voor jullie hebben. Maak een soundscape van een dag in jullie klas of op jullie school. Bedenk ook heel goed hoe je dit nou het best kunt laten horen, zodat de luisteraar echt het gevoel krijgt aanwezig te zijn. Een rekenles bijvoorbeeld is als het goed is heel stil. Hoe maak je nou duidelijk dat dit een rekenles is? De klas die het beste de lessen weergeeft met normale geluiden, die je best een beetje mag overdrijven natuurlijk, op een manier die spannend is om naar te luisteren, die wordt misschien wel nummer 1. Stuur je soundscape, als hij af is, naar Muziekschool Zeeland. En dan kiezen we met de jury een eerste en tweede prijs. Een kinderjury kiest de derde prijs. En wat kan je winnen? De hoofdprijs is een rondleiding op de muziekschool voor de hele klas met een cadeautje na afloop. En een tentoonstelling, met de nadruk op toon van tentoonstelling, van de soundscape van de muziekschool, de volledige soundscape, op jullie school. En jullie winnende soundscape, die zal te horen zijn door de hele muziekschool. De tweede prijs krijgt de rondleiding met het cadeautje. En de derde prijs krijgt de eeuwige roem en in ieder geval het cadeautje. Dus doe je best. Mochten er vragen zijn, dan is er in de Kindermuziekweek ook nog een moment dat we live online zijn en eventueel vragen kunnen beantwoorden. Ik wens jullie heel veel succes!